Ik ben gisteren met mijn papa naar de stad geweest en ik ben aan de film van Boekhandel, de Hema en de Flying Tiger. Ik heb dit. En het is een woordenboek, zoals jullie al zien, maar dan van Engels. Omdat ik dus naar het zesde ga, ik weet nog niet bij wie ik in de klas ga zitten, met welke juffrouw. Ja, dat ga ik pas 29 augustus weten, maar een Engels woordenboek. Omdat dus Engels krijgen, ik weet niet of we dit al in de klas gaan hebben, maar anders gebruik ik het gewoon thuis. Ik kan ook Google Translate gebruiken, maar dat is gewoon als ik iets snel moet opzoeken en dit is als ik best wel veel tijd heb. Dat kostte €9,99. Echt voor dit dik boek, budgetproof. Oké, als tweede wat ik hier voor me heb liggen is dit. En dit is een schrift van de Flying Tiger. En deze prijs weet ik uit mijn hoofd. Dit is €3. En ja, het is een best wel leuk. Het is een leuk boek met het roze randje en zo. En het is een best wel dik. Het is dus met lijntjes. En dit is een memo blok. En ik heb het eigenlijk gekocht niet omdat we schriften nodig hebben, maar we krijgen dat voor Nederland en zo. Maar ik heb het dus gekocht omdat mijn oma soms als we een toets moeten leren van Nederlands. En ja, dan Engels en Frans of zo. Dan wil mijn oma soms eens iets opschrijven. En dan wil ze ook iets, ja, zo aantekeningen maken en zo. En notities. En dan vergeet ze het boek terug in mijn boekentas te steken. Maar dan ben ik bijvoorbeeld even op de iPad of aan het klaarmaken om naar huis te gaan. En dan zie ik dat pas op school. En dan heb ik geen schrift bij me. We hebben wel een kladblok. Wat ik hier pak is een schrift van de Hema. En zoals je al ziet, of je herkent misschien het schrift. Dit is van de Beautinesslijn. En voor degenen die het nog niet wisten. Beautiness heeft dus een eigen lijn. En dit is dus een van haar schriften. En voor dezelfde reden als het blok van haar juist is het voor als ik een boek zou vergeten of zo, maar dit is al voor wiskunde, kost €4 en het kan misschien is het een beetje veel voor ja, voor een boekje, maar het is omdat het van een YouTuber is en Hema sponsort haar ook dus. En hier staat trouwens op Born to Sparkle en ik vond dit wel leuk. Dus. Okay. Dan heb ik dit en dit heb ik al even gekocht. Dit is mijn broodtrommel. Broodtrommeldoos. Deze is van de Zeeman en deze kostte €2, dus €1,99 eigenlijk. En er staat dus Yummy op en een regenboog. En ik vond de kleuren heel mooi. En de kleuren van de regenbogen. Oké. Okay. Dan heb ik nog iets van de Hema en dat is dit en dat is kafpapier. Ja, ik vond het gewoon leuk. Het past niet echt bij de themakleuren zoals jullie al hebben zien doorkomen. Maar het was 90 cent. En ik heb dus naar een paar andere kafpapieren gekeken en het waren 3 rollen. Maar ik had maar 1 rol nodig, want ik heb hier nog een paar rollen. Maar ja, dat is allemaal met roze en ik... Ik ben niet zo... Roze is niet mijn nummer 1 lievelingskleur. Vroeger wel. Ja, ik heb ook roze aan. Oké. Okay. Nee, mijn tweede lievelingskleur. Mijn eerste lievelingskleur is appelblauw. Zeegroen dus gelijk als... Ongeveer gelijk als mijn boterhamdoos. Ja, gelijk als dit. Hier zit ook rood in. Hier zit ook rood in. Maakt niet uit. Ik vond het gewoon leuk. Kaftpapier. Ik weet niet of ik mijn agenda of zo ermee ga doen. Ik denk misschien mijn agenda of mijn schriften. Want ik heb ook nog een roze en een roze met allemaal beestjes op. Dus dat ga ik ook nog gebruiken. Ja, dus ik weet niet voor wat ik dit ga gebruiken. Ik kan ook nog mijn boekentas vandaag al een soort van inpakken. Alles wat er al in kan, steek erin. Ik ga ook nog een...
als school begonnen is, in het weekend ergens, de tweede week of zo, in het weekend ga ik ook nog een wat in mijn schoolbag doen. Omdat ja, dat is ook wel leuk. En nu ga ik allemaal back-to-school video's opnemen. Omdat ja, school begint bijna. En ik weet niet of ik denk dat ik niet ga. Ik wou eerst gaan vloggen. Als ik ga kijken in mijn klas. Maar dat ga ik toch niet doen. Want kijk, in de spiegel, je ziet ook de iPad. En ik heb wel een vlogcamera, maar die is plat. En ik vind de oplader niet. En er zit ook geen kaars meer in. Dus de kaars moet ik, omdat het vol was, de kaars moet ik eerst leegmaken. Dan moet ik de lader vinden en dan moet ik het dus. Oké. Dus die vlogcamera kan ik niet gebruiken, maar ja. Ik kan daarna wel iets zeggen over wie in de klas zit en ja. Oké, als eerst heb ik deze en deze heb ik al in de vorige video laten zien, dus check die ook even. En ik vind deze gewoon heel leuk met die opgaans. Dus trouwens ga ik misschien, zelfs ga ik misschien zwemmen met mijn papa. Dus dan kan ik, deze video komt, ik weet niet wanneer online, alleszins niet vandaag. Dus als jullie iets naar mij hebben gestuurd via social media en ik heb er niet op kunnen antwoorden, iedereen weet nu waarom, die mijn video's kijken. Dan deze en deze zijn holografisch en ik vind ze heel leuk. Heb ik ook al laten zien in de vorige video. Ik weet nu meer hoeveel die kosten. Oh ja, dit is mijn etui. Dit zijn dus mijn lievelingsschoenen. En er zit best wel veel in. Ik vond het hartstikke leuk daaraan. Ik weet niet meer hoeveel die kost. De inhoud heeft denk ik wel meer dan 5 euro gekost. Er zit ook best wel veel in. Maar al sinds de pennenzak heeft 2 euro gekost, denk ik. Oké. Dit is dus mijn boekentas. En ik heb hem in 5 ook een half jaar of zo gebruikt. I don't know. Maar er zit zo'n map in en die ga ik ook gewoon blijven gebruiken. Want hij ziet er nog goed uit. Hij is ook van een Hema. Het is niet dat ik Hema sponsor of zo. Of dat het zo is van ik gebruik geen andere merken dan Hema van Kamel en Blankaya. Nee, het is gewoon dat het een beetje. Soms is het niet budget. Maar meestal is het budget. En ik vind Hema ook gewoon een leuk merk. Ze hebben ook leuke schoolspullen. En ik ga niet helemaal naar Amsterdam of nee, Roermond rijden voor mijn schoolspullen te inkopen. Of in Mechelen. Oh nee, niet Mechelen. Maastricht. Daar heb je een V&D en daar heb ik vroeger mijn schoolspullen allemaal gekocht. Dat ga ik niet doen. Ik ga niet helemaal naar Maastricht rijden om mijn schoolspullen te kopen. Ik rijd gewoon met de fiets naar het stad. Nee. Dat is 20 minuten rijden of zo. 5 minuten met de auto trouwens. Minstens een half uur keer rijden als er veel verkeer is of ik kunt ergens niet door of zo. Dus dan ga ik gewoon daar kopen. Oké, dit is met allemaal zo van die pakjes. Die zie ik er niet. Maar aangezien ik toch nog een back to school video ga opnemen, dat ik daar nog, ga je nu wel zien wat er nog allemaal is. Oké, dit is een boekentas. Dit ga ik er even uithalen. Ik moet dat dan veranderen. Ik heb gewoon zo'n stuk papier gepakt. En ja, ik heb daar mijn naam, mijn klas, mijn juf en mijn school in geschreven. Mijn boekentas moet ik wel eens uitpakken. Maar hij is nog best wel ruim. Hij is wel zwaar als ik wil een stuk ja, maar dit is dus de voorkant en ik heb hier nog een proef aanhanger. Omdat als je zo de boekentas meeneemt naar school, ben ik het een beetje saai. Daarom heb ik deze fluffy bal aangehangen. En nee, oren. En in Nieuws, ik weet niet of dat zijn naam is, maar hij is van Poppelbel. En er staat
are so happy. If you want to call them happy or not, yeah. Finland is cool. But if you it's hard to get here with an object. Yeah, here for Northern Ireland. Okay. Yeah. If you want to know, we're talking about from fast, no, or not, I'm going to put it on. Fast, no, please. Not if I'm to blow at us, we're going to blow at us. To blow. Don't Now I'm getting goals on the team which elect us in this one. Okay, can I move? Yeah, I gave her next then. Oh. And it came on muffins with the other mistake. It can't really get off of the other end hat. Which I've gone saying, it doesn't go on my link hat. Except someone's been working on this from after and like every year graph is like over in school. Oh, it made it! It gave us a sort of gold block and it's gonna be some benefit for this week. I'm gonna stick around the sticker and then I'm gonna it's the colors can stick neat and then I mean it's V one from Catholic Bolt. Yeah, it's Catholic. It's the different one but honestly the emails and gold grass and after. And usually because my shifter is in, okay, but we can't, the shifter can heal around in the computer, so. So, yeah, let's kind of come again! Okay, I'm going to put the book in the book. Okay, I'm going to do even the stickers that were cool. I'm so cool on the icon. Look at us. Ja, mijn kamer opgeruimd. En dat boekje steekt erop. Oh nee, wat moet ik daar zetten? Zo. Gaat die dicht? Oh, er kan nog veel meer aan. Zo. En nu ga ik eens kijken hoe of die zwaar is als ik die draag. Ik ben nog niet vet, want het is morgen. Oh, ik vind het zelf licht. En ik ben nog niet vet. Oké, zo ga ik dus elke morgen naar school gaan. Ja, doen ook hoor. Ik ga mijn boekenpost trouwens dinsdag en mijn kamerbeen aan het doen. Dit papier is nog weg. Die kast die ik heb bewaren. Ik bewaar al niet de kast die ik heb gestolen. Omdat, ja, ik ben zo iemand die dat gewoon bewaart. Ik weet niet waarom. Mijn kastiketjes, dit zijn de eerste twee die ik echt bewaar. Want ik heb voor de eerste keer in de stad heb ik voor mijn eigen cent iets gekocht. Nee, ik heb het al wel vaker gedaan, maar dat was helemaal niet.